Dus dan zeg ik. Ja. Oké. Goedemiddag iedereen. Welkom op ons volgende Vlamef webinar. Mijn naam is Johan van Loon, adviseur bij Vlamef. En ditmaal gaan we het hebben over het slimmer inplannen van productie. En daarvoor hebben we Lieve van Nuffel uitgenodigd, consultant en bedrijfsleider bij Third Wave, als ik het goed voor heb. En ik zou zeggen, ik ga zo dadelijk het woord aan hem overlaten om zichzelf verder voor te stellen. Alsjeblieft, Lieve. Ja. Goedemiddag iedereen en welkom bij de introductie over QRM, geïntroduceerd door Vlamef. Ik ga gelijk mijn presentatie sharen met iedereen, dat we focus kunnen houden. Even kijken, zien jullie mijn scherm? Ja. Oké. Okay. Ja. Webinar. Gebaseerd op, of tenminste, een quick response manufacturing met als ondertitel Laat je klanten niet wachten. Wie zijn wij? Wie ben ik? Ik ben Lieven van Nuffel, verantwoordelijk voor sales en marketing binnen Third Wave. Ook in deze webinar is aanwezig Rob van Achteren. Hij is stichtend partner. Ondertussen ben ik ook partner geworden van Third Wave. Heel kort, wie is Third Wave? Wat doen wij? Third Wave is 10 jaar geleden opgericht om bedrijven te adviseren en te ondersteunen met softwareoplossingen die flow-optimalisatie ondersteunen. Met deze oplossingen en daarnaast ook diensten helpen wij het bereiken van reductie van de doorlooptijd, transparantie en het verbeteren van de snelheid en motivatie van medewerkers. En dit doen we met een positieve financiële impact. Dit zijn wij vandaag. Wie zijn jullie? En ik denk dat we met niet zo heel veel zijn. Je kan in de chatbox je naam en functie invullen, maar ik denk op dit moment is het enkel Mark die aanwezig is. Ja. Dus Mark, je kan jezelf anders gewoon eens even rustig voorstellen wie je bent, welk bedrijf je doet en waarom je meedoet met deze webinar. Oké. Okay. Horen jullie mij nu? Hallo? Ja. Ja. Okay, prima, goed. Ik ben Mark van Tillo. Wij hebben een klein flensenbedrijfje met een smederij. Dus wij smeden flensen. Neem aan dat jullie allemaal een beetje weten wat een flens is, maar dat is een verbindingselement om twee buisleidingen vooral aan elkaar te bevestigen. Wij maken die in inox en in nikkellegeringen duplex, dus ik zal maar zeggen het hoger marktsegment. We zijn een KMO met een 40-tal medewerkers, een omzet richting 10 miljoen euro, soms nog iets meer per jaar. En we hebben ons gespecialiseerd in de snelle levering van kwalitatieve flenzen. Als klanten flenzen nodig hebben voor een project en ze hebben een half jaar of een aantal maanden levertijd, dan zullen zij waarschijnlijk eerder in China of in India hun producten kopen. Maar als zij op korte termijn nog 3 flenzen nodig hebben voordat hun installatie kan opstarten, of dat ze een shutdown hebben, of er zijn speciale kwaliteitseisen, dan komen zij vrij vaak naar ons. We zijn in zoverre uniek dat we smeden en draaien, dus dat is niet zo courant. We zijn een van de weinige bedrijven in België die nog effectief smeden met valhamers. En onze gemiddelde levertijd is tussen de 2 en 3 weken. 2 à 3 weken. En wat is de reden waarom je deelneemt aan deze webinar? Gewoon om eens te horen, misschien een paar tips op te doen. Of... Ja. Ken je al iets over QRM al over gehoord? Sorry, over? Over QRM, Quick Response Manufacturing. Wij doen het, maar of ik er iets van ken, dat weet ik niet. Ja, nee. Dat is goed, maar het is gewoon om mijn beeld te vormen van wie er allemaal in zit en hoe ik mijn presentatie naar jullie kan toelichten. Ondertussen zijn er denk ik nog een aantal andere mensen bijgekomen. Ik zie Mark Rijkenboer. Hallo Mark. Ja, goeienamiddag. Normaal gezien hadden we gezegd in de chatbox van alles doen, maar we zijn er niet zoveel. Dus ik had graag geweten van wie je bent, wat je bedrijf doet en waarom de reden is van dat je deelneemt aan deze webinar.
Ja, ik ben Business System Manager en ik werk bij Hydro in Lichtervelde. Dat is een aluminium extrusiebedrijf. Wij werken met veel kleine orders, snelle omstelling aan de extrusielijn, omdat dat de best toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf. En ja, wij werken heel sterk op Lean en ik hoop ook nog wat bij te leren over QRM hier. Ja. Oké. Okay. Ondertussen zijn er nog wat meer mensen bijgekomen. Ik ga ze niet allemaal aan het woord laten. Maar zoals ik zie nu, Dirk Meeuws. Jullie kunnen in de chatbox bovenaan jullie naam en functie meedelen en het bedrijf. Waardoor, en ook de reden waarom je meeneemt aan deze webinar, dan kan ik mijn presentatie daar zo goed mogelijk op afstemmen. Nu, wat we al doorkregen van de mensen die aan het woord laten, is dat vooral korte levertijden zijn, of tenminste heel snel willen inspelen op een markt, want anders gaan we daarvoor naar China. En zoals Mark daarnet ook even aangaf, we werken al met Lean en ik wil weten van waar gaat QRM nu specifiek over. Nu, voor welke bedrijven is QRM nu geschikt? We spreken in eerste instantie over productiebedrijven met een hoge variatie in producten en met kleine oplagen. Het zijn vooral de make-to-order bedrijven, engineer-to-order bedrijven, bedrijven die problemen hebben met planning, van ja, hoe krijg ik al die verschillende orders nu goed gepland, en op zoek zijn naar rust en transparantie. Ik zit ondertussen al een drietal jaar in dit vak en overal waar ik kom, krijg je overal hetzelfde verhaal. Mensen zijn echt op zoek van, ja, het is bij ons op onze shopvloer best wel een chaos. We willen graag het overzicht behouden. En hoe krijgen we nu die rust terug op onze werkvloer? En daar biedt QRM een heel mooi antwoord op. Nu, wat is nu Quick Response Manufacturing? Is een productiestrategie waarbij de tijd centraal staat. Uiteindelijk zegt QRM in tegenstelling tot Lean, we hebben maar één KPI en dat is tijd. Meer bepaald snelheid en die gaan we gebruiken als competitief wapen. Om de concurrentie aan te gaan, maar ook om sneller te gaan kunnen produceren. De strategie is niet alleen voor het productiegedeelte van de organisatie, maar kan ook toepasbaar zijn voor de administratie en productontwikkeling en alle delen van het bedrijf. Maar in de meeste gevallen start men altijd in de productie, omdat daar meestal de pijn het grootst is. Wat gaan we vooral gaan doen? We gaan het optimaliseren van de orderflow. We gaan proberen ons product zo snel mogelijk door alle stappen van de fabriek te krijgen. En we gaan ons focussen op het minimaliseren van wachttijden. Alles over Quick Response Manufacturing is in verschillende boeken uitgeschreven. Het is professor Rajan Suri uit Amerika, die 20 jaar geleden daarmee op de proppen gekomen is. Het makkelijkste boek om mee te beginnen, dat is ook een van zijn kortere boeken, is het boek It's About Time. En daar kan Chris, vertelt hij ongeveer in 150 pagina's de essentie van QRM. En vervolgens kan je upgraden naar de 400. tellende boeken en daar ga je heel veel uit kunnen leren. Let wel, het is altijd een theoretische benadering. Ik probeer in dit geval vooral de praktijk mee te geven aan jullie. Een eerste denkoefening, daarvoor mag je ook weer de chatbox gebruiken. Als je doorlooptijden gaat verkorten met 50-80%. Dus stel nu, ik kreeg net iemand te horen, wij produceren op 2-3 weken. Als je die zou gaan halveren naar 1-1,5 week, wat zou je dan kunnen gaan reduceren? En wat betekent dit voor je klant? En welke nieuwe opportuniteiten zou je dan kunnen hebben? Als jullie allemaal heel even daar kunnen over nadenken en het typen in de chatbox. Het is een beetje ook een interactieve webinar in plaats van het standaard zendenverhaal. Ja, voor diegenen die niet zo vertrouwd zijn met Teams, bovenaan het scherm zie je zo'n tekstballonnetje. Als je daarop klikt, dan open je de vergaderchat en daar kan je dan het antwoord typen.
Dus daarmee benaderen we ook gelijk een van de eerste belangrijkste KPI's van QRM. Sneller gaan produceren, maar niet een beetje sneller. We gaan echt wel kijken naar een reductie tot de helft. Als je het heel erg doorvoert, heb ik al gezien dat je tot 80% sneller kan gaan produceren. Maar wat levert dat nu op? Of wat, als je die, op die mentaliteit gaat gaan denken, wat ga je kunnen reduceren of elimineren? Wat betekent dat voor je klanten? En welke andere opportuniteiten zou je dan kunnen gaan hebben? Er wordt duchtig getypt. Ik lees, de klant kan dan nog later gaan bestellen. Dat is een goeie. Ik ga alvast rustig door naar de volgende slide. Dan kan je antwoorden mee gaan vergelijken. Voordelen van kortere doorlooptijden. In eerste instantie, je kan heel snel inspelen op een veranderende markt. Zeker met corona. Wat kan ik nog maken als mijn leveranciers in China toe zijn door een lockdown, maar nog dichter bij huis? Wat gebeurt er als Italië stopt? Korte levertijden. Ik kan heel snel gaan doen. Uiteindelijk, omdat ik sneller kan gaan leveren, kan ik meer doen met dezelfde capaciteit. Ik heb minder faalkosten. Omdat ik sneller weet mijn afgewerkt product heb, ga ik ook sneller mijn faalkosten of te zien waar is dit misgegaan. Dat kan ik dan nog sneller gaan oplossen. Ik heb minder ruimtebeslag, want het is ook sneller de fabriek uit. Minder overwerk. Ik heb een betere cashflow. Aangezien ik sneller kan leveren, kan ik mijn geld krijgen. Ik heb een betere concurrentiepositie ten opzichte van mijn concurrenten. En ik heb tevreden klanten, want eigenlijk de ziekte van vandaag die we overal terugzien, ik noem het de bol.com-ziekte, en niet alleen COVID natuurlijk, maar het is de bol.com-ziekte. Vandaag nog besteld, morgen heb ik het in huis. Dat wordt niet alleen voor de B2C-klanten toegeleverd, maar ook naar de B2B. En mensen staan er niet meer bij stil dat er ook nog daadwerkelijk iets moet geproduceerd worden. Even deze korte denkoefening om de focus te krijgen. Vervolgens, die focus gaat dan over het verschil tussen flow-optimalisatie versus kost-optimalisatie. Het QRM gaat over de flow van de gehele order zo snel mogelijk erdoor te krijgen. En die staat haaks ten opzichte van hoe we de traditionele systemen of benaderingen zijn, waarbij je daadwerkelijk gaat optimaliseren van wat je aan het maken bent. Maar in een high-mix, low-volume productieproces zien we dat de gemiddelde tijd om aan een product te werken ongeveer 10-15% van de doorlooptijd uitmaakt. Alle andere tijd is wachttijd of transporttijd. QRM die gaat zeggen, ga je alsjeblieft concentreren op die wachttijd en niet op de tijd waarmee je bezig bent. In dit voorbeeld zijn we 4 dagen bezig met de administratie om een order erdoor te krijgen. Dus gaan we 18 dagen assembleren, zijn we nog 14 dagen met verzenden bezig. En de facturatie die duurt ook nog 4 dagen. Maar in totaal zijn we er eigenlijk maar een aantal uur mee bezig. In een heel totale proces van dit zijn we 13 uur bezig, maar het duurt 40 dagen. Als we naar flow-optimalisatie gaan kijken, dan zeggen we, ja, ik ga niet gaan focussen op de tijd dat we daadwerkelijk aan het werken zijn, want dat doen we al hard en snel genoeg. Maar ga kijken, waar zitten nu die wachttijden en hoe kan ik die nu gaan verminderen? Door die wachttijden te gaan verminderen, ga je doorlooptijd in dit voorbeeld met 20 dagen zijn in plaats van de eerste 40 dagen. Maar mijn productietijd, die blijft identiek hetzelfde. Dus zijn niet je mensen en machines die harder gaan werken. Integendeel. Die krijgen meer rust omdat er minder druk op de ketel zit, maar het zijn wel die wachttijden die we gaan reduceren. In QRM-termen spreken we over white space en grey space, waarop de white space benadrukt over de wachttijden of WIP kan wordt gezien als wachttijd en niet op de grey space.
Daar kan je ook naar kijken, maar daar spreken we over percenten om dat te gaan doen. En hier spreken we daadwerkelijk over 10, 20, 30, nou, eigenlijk 50% overal waar ik kom, zeggen ze. In het eerste jaar doen wij een reductie van 50% op naar 80%. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste mindswitches. Kijk naar de flow van de hele order en niet naar wat je daadwerkelijk aan het doen bent. Nu, om dat in kaart te gaan brengen, ja, moet je de doorlooptijd wel kunnen gaan meten en een tool hebben om daar inzicht in te gaan krijgen, om te weten waar moet ik op gaan sturen. In QRM heet dat MCT, Manufacturing Critical Path Time, en dat is ruwweg het langste tijdspad van grondstof tot eindproduct. En die MCT die maakt de doorlooptijd zichtbaar en toont waar er wachttijden zijn en waar dat die kunnen gereduceerd worden. Hier onderaan heb je een voorbeeld van een tekening hoe zo'n MCT eruit ziet. In het eerste voorbeeld spreken we over een kritisch pad van 47 dagen. Op dat pad zitten er onderliggend parallel nog andere opdrachten, maar daar moeten we ons niet op focussen, want die liggen niet op mijn kritisch pad. Dus ik moet naar heel deze flow gaan kijken om te gaan kijken wat gebeurt hier nu? Waarom blijft mijn product zo lang wachten om naar de volgende job te gaan? En waar kan ik nu gaan op verbeteren? In het volgende voorbeeldje hebben we die verbetering de eerste keer gaan reduceren. En dan zien we dat we van 47 naar 26 dagen gaan. MCT is altijd waar dat er mee gestart wordt binnen QRM en op gestuurd wordt. Als je daar meer wilt over weten, dieper op ingaan, hoe berekenen jullie die MCT, dan raad ik het boekje aan, MCT van Rajan Suri, om te gaan kijken, ja, hoe krijg ik nu voor mijn verschillende producten die MCT in kaart en kan ik die gaan gebruiken als continuous improvement tool. Belangrijke tool om de doorlooptijd te verkorten. Een tweede belangrijk element van QRM is systeemdynamica. En dat gaat over het miraculeuze effect van de reservecapaciteit. De meeste bedrijven kijken naar efficiëntie als we 100% en liefst 120% bezig zijn en volgepland zijn, want dan zijn we druk bezig. Als we dat doen, dan zien we de doorlooptijd gigantisch en exponentieel stijgen. Als we die naar 80% gaan zetten, dan maken we het mogelijk dat er makkelijker en betere flow gaat gebeuren. En het gekke daaraan is, ik bezet mijn productie maar voor 80%, maar er komt 20 tot 50% meer uit. Het makkelijkste om het te vergelijken of een beeld bij te geven, is iets wat we dagelijks ondergaan als we met de auto rijden, is in de file gaan staan. Een autosnelweg die heeft een capaciteit en als het file ontstaat en we staan stil, dan hebben we de 100 of 150 capaciteit voldaan en dan gaan we helemaal niet meer vooruit. Erger nog, als er een ongeval gebeurd is en er moet een ambulance of een politiewagen langs en er is geen pechstrook, ja, dan gaat hij er tergend traag doorheen om op zijn bestemming te komen, om dan de rest nog trager te laten gaan. Als je diezelfde autoweg zou hebben of autostrade zou hebben en je gaat die bezetting met 80% gaan doen, dan ga je zien dat er veel meer auto's door hetzelfde tijdstip er doorheen gaan. En dat is eigenlijk de metafoor hoe dat je ook in je productie moet gaan kijken. Dus belangrijk om mee te nemen, ga plannen op 80% van je capaciteit. En dan ga je zien dat er uiteindelijk meer uitkomt. Het geeft ook... dat haalt ook de druk van de keten als er spoedorders moeten gebeuren, die gebeuren standaard binnen elke productie, dat je ook tijd hebt om die spoedorders te behappen. Ook als er een machine stilvalt, dan kan je die 20% daarvoor gaan gebruiken, dat je bandbreedte vrij hebt om te gaan met dingen die dagelijks gebeuren. En dat geeft ook behoorlijk wat rust voor medewerkers, want als je al vol zit en er komt nog meer bij en er moet alles, iedereen is druk, dan zie je dat de betrokkenheid van medewerkers op een gegeven moment ook stopt. Je haalt gewoon die druk van de keten door dat op 80% te gaan. Moet dat voor alles en voor iedereen, dan moet je beter gaan nagaan om te gaan kijken waar kan ik mee gaan spelen. Maar je gaat altijd zien, één keer dat ik boven die 80% ga geraken, dan gaat die doorlooptijd naar omhoog. Gaan we naar
De volgende slide, of tenminste even verder over die bezettingsgraad. Hier zie je nog even een tekeningetje. Maar het volgende, nadat we op 80% hebben gepland, heet POLCA. POLCA is een acroniem, staat voor Paired Cell Overlapping Loops of Cards with Authorization. Eén keer dat we die planning hebben gemaakt en op 80% hebben gezet, gaat POLCA ervoor zorgen dat we het door de fabriek, bij wijze van spreken, laten dansen. En POLCA is een kaartsysteem die aangeeft wanneer je aan een opdracht mag beginnen als er voldoende capaciteit voorhanden is. Daarbij ga je de doorstroming optimaliseren. Gaat ook zeggen wanneer je wel en niet aan iets mag beginnen. Maar daarmee ga je er ook hard voor zorgen dat de focus blijft binnen de doorstroming van je fabriek. Zorgt voor hogere efficiëntie, kortere doorlooptijden en het geeft alweer die rust en die transparantie aan. Want ik weet op elk moment voor wie en wat ik aan het doen ben en wanneer ik mag starten. We gaan niet zomaar dat we even niet zoveel voorhanden hebben aan iets gaan beginnen, want dan neem je capaciteit af van de opdracht in functie van een klant. De volgende slide is een kort filmpje die illustreert hoe dat POLCA nu daadwerkelijk in elkaar zit. Het geluid is hier weggevallen. Ik zal het heel kort proberen te begeleiden. U ziet hier dat er, noemen we dat, paired loops ontstaan tussen workcenters. En een order mag pas worden vrijgegeven als er inderdaad voldoende capaciteit is in het volgende workcenter. Dat ziet u hier ook eigenlijk zo aangegeven. En pas als de bewerking in het volgende workcenter gedaan is, dan wordt die capaciteit vrijgegeven, dus de kaart ook vrijgegeven. En je ziet hier dus eigenlijk dat een order wordt vrijgegeven. Je ziet ook hier dat de order nu in P1 klaar is en overgeheveld wordt naar P2. Daarin wordt nu ook de POLCA-kaart voor de volgende stap betrokken. Want als die POLCA-kaarten er zijn, dan hebben we voldoende capaciteit. Als de order klaar is, dan gaat die door naar de volgende workcenter. En zo wordt de order volledig afgehandeld. Je ziet ook dat na deze behandeling, dus eigenlijk in F2, de POLCA-kaart weer vrijgegeven wordt, zodat u ook weer orders kunt gaan vrijgeven voor de productie workcenter F2. En zo loopt dat hele proces door. Dus het is eigenlijk een methode, een manier om ervoor te zorgen dat je order zo soepel mogelijk door het hele proces heen loopt. Dus ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Spijtig genoeg is het geluid bij het filmpje weggevallen. Maar we zullen dat... Zal ik hem anders gewoon nog eens opnieuw starten, Rob? Ja, voor de mensen die wel later ingehaakt hebben, Rob, mijn collega, zit op de achtergrond dat je denkt van, hé, wat is er gebeurd met Lieven zijn stem? Ja. Ik start hem anders even opnieuw, want ik vind het redelijk belangrijk voor URM uit te leggen. Ja. Beginnen we gewoon op. Ja. Oké, dus eigenlijk spreken we hier over een aantal, noem het maar, afdelingen. Voorbereiding, productie, assembly en shipping. Je ziet dat shipping daar ook in meegenomen wordt. Nou, je ziet daar de flow zoals wij de order hebben voorzien. Die loopt van P1 naar F2 naar A4 en S1. En u ziet hier dat die workcenters via loops aan elkaar verbonden zijn. We noemen dat paired loops. En binnen al die workcenters zijn er zogenaamde POLCA-kaarten beschikbaar. Wij doen dat in een digitale vorm. En die POLCA-kaarten die vertegenwoordigen eigenlijk een stuk capaciteit. Die capaciteit gaat eigenlijk over de capaciteit in het volgende workcenter. Dus dat betekent eigenlijk dat die capaciteit aangeeft, en dat ziet u hier in het voorbeeld wat ik net ook al aanhaalde, dat de order pas kan worden vrijgegeven. Als inderdaad er POLCA-kaarten voldoende beschikbaar zijn. En dat betekent dan ook dat de order kan doorlopen naar het volgende workcenter.
Hè, want er is voldoende capaciteit in het volgende workcenter. Of in de volgende cel, zoals we dat noemen. En zodra de order in cel F2 is afgehandeld, dan gaan we kijken naar, is er voldoende capaciteit in de volgende cel? Die capaciteit wordt ook aan deze order gekoppeld. Maar je ziet ook meteen dat het product wat hier ontstaan is, aan deze flow wordt meegekoppeld. Ja, en zo ziet u eigenlijk dat iedere keer wordt gekeken, is er voldoende capaciteit? Dan gaan we de order vrijgeven en wordt de order op een hele transparante manier door het hele proces heen gehaald. En als de bewerking, dus de volgende bewerking, na de eerste gereed is, dan wordt ook de capaciteit van deze bewerking, dus F2 in dit geval, vrijgegeven. En hebben we weer capaciteit beschikbaar om volgende orders te gaan releasen. En daar is het hele Polka systeem op voorzien. Het voorkomt eigenlijk dat je onderhanden werk creëert. Althans, zoveel mogelijk voorkomt dat je onderhanden werk creëert. En in de Polka als zodanig is gebaseerd op een stuk capaciteit. En natuurlijk is dat een oefening die je eigenlijk moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat er een goede balans is tussen de beschikbare capaciteit in de vervolgworkcentra. De flexibiliteit houdt om bijvoorbeeld in plaats van P1, dus dat is de bewerking, naar F2 te gaan, bijvoorbeeld ook te kunnen vanaf P1 naar F1, als de bewerking ook in F1 wordt uitgevoerd. En dan ga je eigenlijk je proces aanpassen om dat te kunnen doen. Maar het komt er altijd op neer dat je voldoende capaciteit moet hebben om je order vrij te geven. Eigenlijk creëren we hier een one-piece flow om zo snel mogelijk je order door je fabriek te gaan over verschillende cellen, workcenters. Je kan daar zoveel mogelijk machines aan koppelen en zoveel mogelijk loops te gaan maken. Maar iedere keer gaat die loop gaan kijken, heb ik capaciteit op het volgende station in feite? Is er materiaal voorhanden? Mag ik aan deze opdracht beginnen? In functie van wat er afgesproken is met heel de loop. En dan ga je zien dat dit in één flow door de fabriek danst. Dit is natuurlijk een simpel voorbeeld. Je kan het zo druk maken als dat je zelf wil. Het voordeel daarvan is dat je daar een continu overzicht in bewaart en dat je weet dat er geen enkele job zal gestart worden zonder dat daar capaciteit voor voorhanden is, zodat die in één ruk wordt uitgevoerd en naar de klant kan gaan. Dat is het stukje Polka. Alles staat uitgewerkt in de Practitioner's Guide to Polka, alweer van professor Rajan Suri. Third Wave heeft hier aan meegewerkt en in appendix D van dit boek hebben wij een extra stuk geschreven over planning. Hoe moet je nu omgaan met planning alvorens je aan Polka begint? En dat hebben we samen met Rajan Suri besproken, want het vergt ook een andere manier van plannen op een hoog niveau. Wij noemen het high-level planning, waarbij dat we zeggen, ja, al die detail die je in een normale planning gaat steken, die heb je niet nodig om aan Polka te gaan doen. Het vergt ook veel te veel onderhoud. En uit ervaring bij verschillende bedrijven, als je daarnaar gaat kijken, die zeggen van ja, hier staan zoveel verschillende elementen in mijn planning, dan spreek je over tienduizenden miljoenen. Ja, die kan ik niet allemaal gaan updaten. Bij onze planning en bij Polka ga je een aantal KPI's in het oog houden die je continu kan bijhouden en gaan verfijnen, dat het behapbaar is. En ook onderhoudsbaar uiteindelijk. Het laatste stukje van QRM, dat gaat over dat je anders moet gaan organiseren of anders kan gaan organiseren. En spreken we over zelfsturende cellen. Ik heb het bewust als laatste gezet, want dit is de moeilijkste oefening binnen het hele QRM-proces. En het vergt ook een totaal andere manier van denken hoe wij naar productie kijken vandaag of in het verleden. En het vergt ook van de mensen die in die cel gaan zitten, ja, betrokkenheid en leiderschap. Omdat je van een hokjesdenken naar een organisatiecel gaat kijken. En met hokjesdenken bedoel ik dat
iedere afdeling binnen de organisatie een hokje is. Je hebt een salesafdeling, je hebt een productieafdeling, je hebt een planningsafdeling, je hebt een inkoopafdeling. Iedereen gaat dan voor zijn eigen bastion te gaan beschermen, in het hokje denken, ja, zijn mening en zijn waarheid gaan doen. En men gooit dan de opdracht over het hek heen en die moet het dan maar oplossen. Wat zien we? Dat er daarvoor heel veel overleg nodig is om al die hokjes gestroomlijnd te krijgen. En dan kan je op de duur gaan afvragen, ja, om de duur zit je meer in meetings dan daadwerkelijk een product te gaan maken. Bij QRM zeggen ze, ja, als we nu dat anders gaan bekijken, hoe kunnen we nu nog sneller gaan werken, gaan we naar een zelfsturende cel. En die zelfsturende organisatiecel is een klein gedecentraliseerd team waar dan mensen uit verschillende afdelingen gaan samenzitten. En die hebben een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de klant centraal staat. En daarbij ga je samen gaan kijken van, ja, hoe kunnen we nu die job zo goed mogelijk doen? Er komt een heel stuk cross-training bij kijken, dat je mensen ook kan meegeven, ja, als jij aankoopt, ja, wat koop je dan aan? Als je dan produceert, ja, hoe produceer je dat dan? Waar loop je dan tegenaan? Dat die mensen van verschillende afdelingen van elkaar kunnen leren, en dan samen tot een oplossing komen om heel snel bepaalde producten door een cel te gaan krijgen. En ze hebben daar zelf de bevoegdheid toe om dat te gaan doen. Dat vergt vandaag nog heel veel van bedrijven om dat toe te laten. Want men houdt graag op een of andere manier controle. En dan zie ik bij bedrijven die QRM hebben geïmplementeerd, dat meestal pas na 3-4 jaar, als ze de eerste stappen doorlopen hebben, geïntroduceerd wordt om dan die laatste tientallen procenten in die fase te gaan halen. Waarbij dat we altijd zeggen, start klein, probeer, laat falen toe, probeer dan nog eens, probeer harder, en dan zeggen we, val beter, dat je daar, het is een hele learning curve, je moet er heel veel van leren, van elkaar, maar de resultaten die zijn er dan ook naar. Daarbij gaan mensen heel snel initiatief gaan nemen, als dat op de richt staat, maar het is trial and error, en het is voor elk bedrijf anders, er bestaat geen standaard oplossing. Waarbij mensen, ja, het leiderschap waar dat vandaag veel over gesproken wordt, dan moet je wel ook zien dat je die mensen bij elkaar krijgt. En om daar een voorbeeld te geven, 2 jaar geleden was ik in Amerika op de QRM World Conferentie. En op dat moment was er in dat deel van Amerika was er een werkloosheid van 1%. En er waren een aantal bedrijven die al 10 jaar met QRM en andere technieken werken. En die vragen veel van hun personeel, die worden gecrosstraind, worden continu geacht mee te denken met alles. Maar in veel gevallen zijn het natuurlijk ook arbeiders. En die zeggen gewoon van, ja, mijn bak is vol. En ik kan voor meer of voor hetzelfde geld ergens anders gaan werken. En daar was een voorbeeld van, ja, ik heb geen zin meer in al die trainingen. Ik kan bij barista worden en dan zet ik koffie. En dan kan ik mooie figuurtjes doen en dan verdien ik meer dan hier. Dus ik ben weg. Nou ja, als er maar 1% werkloosheid is, dan is er ook weinig mensen op de arbeidsmarkt mogelijk. En dan is men voor bepaalde bewerkingen terug weer dat cross-trainen gaan wegnemen, waar men een cel gecreëerd heeft, waar men 1 bewerking gaat doen. Maar dan wel volledig geïntegreerd in een flow manier van denken, dat die cel dan produceert voor andere cellen. Maar dat is dan weer omgegaan met de marktomstandigheden die er zijn. Ik spreek over 2 jaar geleden, was er 1%. Ja, vandaag is die dankzij COVID weer helemaal omgegooid. Dus dat wil niet zeggen, QRM is absoluut geen geloof. Het is een manier, een methode om anders te gaan werken die vooral de klantfocus heeft en de tijdfocus om snel te gaan produceren en gaan kijken op die wachttijden of waarom ligt een product hier nu zo lang te wachten op de volgende opdracht, dat we ons niet gaan focussen op die paar procenten die we misschien kunnen halen op de bewerkingstijd. Om dit allemaal te gaan doen hebben wij met Third Wave een 5-tal jaar geleden de QRM University opgericht. Daarbij geven we opleiding in QRM, de theorie. Wat belangrijk is, maar ook workshops en ook het implementeren van die QRM-methode. Ik hoor bij veel bedrijven die zeggen, ja, ik heb het boek gelezen, ik heb ergens een cursus gevolgd, en nu?
want nu moet ik het, nu moeten we het gaan doen. Theorie zegt A, maar de praktijk zegt toch nog een aantal andere dingen. Daarbij geven echt hands-on praktijkbegeleiding. Hoe krijgen we die QRM-methode in jouw bedrijf toegepast? En stap voor stap toegepast. En dan gaan we niet direct, we gaan hier met cellen beginnen en we gaan zelfsturende teams gaan doen. Eerst in instantie gaan kijken, wat is je doorlooptijd? Waar kan je gaan aan verbeteren? En het zijn de mensen die de verbetering moeten gaan doen, zodat zij ook natuurlijk trots kunnen zijn op wat dat je verwezenlijkt. Maar overal waar ik kwam, en iedereen die met QRM bezig is, die zeggen in het eerste jaar doen wij standaard binnen onze pilot 50% lead time reductie. En dat is ongeacht wat voor markt het was, wat voor bedrijf het was, iedereen die ermee gestart is, die haalt die 50% lead time reductie. En dat dan puur gaan kijken van anders gaan kijken naar flow dan naar resource efficiëntie. Dat is het stukje over QRM-theorie. Ik ga hierna direct verder over QRM-software. Maar eerst graag even over vragen zijn. En dan beantwoord ik die heel graag. Aan de mensen mag je vragen stellen in de chat of er verduidelijking moet zijn of dingen die niet duidelijk zijn. Stel ze gerust. QRM voor vaccinaties, dat is mooi dat je dat zegt, maar het QRM-instituut in Wisconsin, waar dat de grondlegger Rajan Suri, die heeft zijn alles aangeboden voor het ontwikkelen van vaccins. En die is ook in Amerika daar heel snel bij betrokken geweest. Dus ook daar, snel inspelen op een veranderende markt, is dat daadwerkelijk ook gebruikt. Natuurlijk zouden we graag hebben dat onze Belgische overheid daar dan ook naar kijkt. Nog vragen? Niemand? Dan gaan we voort. Oké, dan gaan we rustig voort naar de volgende slide. QRM software. Je hebt net gezien de QRM-methode. Dat is voor ons een fantastische methode, maar je moet hem natuurlijk ook integreren in een bedrijf. En daar hebben we gezien dat traditionele ERP-systemen of software-systemen die gemaakt zijn, die kennen geen QRM. Dus dan heb je een mooi traject doorlopen om die QRM toepasbaar te gaan maken, maar dan zit die niet nergens in een systeem. En dat is zowel bij managers verlaten een bedrijf, consultants verlaten een bedrijf, en dan zien we dat de verbetering die gehaald is als een pudding in elkaar zakt, als er geen goede opvolging is. Want iedere volgende manager of andere die binnenkomt, die zegt dan, ja, ik heb ook een fantastisch idee en dan gaan we daar naartoe gaan. Wat zien we ook? Dat de... even iemand toelaten. Dat we dan ook zien dat die veranderingen die we dan doorvoeren, dat die niet kunnen ingebed worden in een ERP-systeem, dat ze dan weer in een Excel worden toegepast. En Excels die gaan heel snel hun eigen leven gaan leiden. Dus wat heeft ThirdWave gedaan? ThirdWave ontwikkelde Waves FlowOpt, is gebaseerd op de QRM-methode. Heeft verschillende rollen, een salesrol, een planningrol, executie en het management. En het doel daarvan is het verkorten van de doorlooptijd, transparantie en rust te gaan creëren. Eigenlijk alles wat ik net verteld heb van theorie, gaan inbedden in een software die je gaat helpen dat dan ook daadwerkelijk toe te gaan passen, die veranderingen door te voeren en in een QRM-mindset te gaan opereren. De volgende slide. Wat doet onze FlowOpt? Zit een stukje voorbereiding in, waarbij je orders of salesorders of vragen van klanten kan gaan simuleren of gaan beloven. Vervolgens gaan we die plannen in een real-time capaciteitsmonitor. Nadat die planning is vastgelegd, gaat die door de productie en daar maken we gebruik van digitale polka. Dat gaan we opvolgen en dat gaan we meten met MCT, zodat we die kunnen gaan verbeteren. En als we die verbetering weer gedaan hebben, die kunnen we dan weer in ons systeem gaan steken, zodat we met doorlooptijden flexibel gaan zijn. We stappen af van een standaard doorlooptijd. Die doorlooptijd is puur afhankelijk van de beschikbare capaciteit.
Dat wil zeggen dat je een verbetering kan gedaan hebben van 40 naar 20 dagen. Maar ondertussen is je concurrent failliet gegaan, krijg je weer meer aanvragen. Dus dat wil zeggen dat er weer meer capaciteit nodig is. Dus je doorlooptijd gaat daardoor weer verlengen. Vooral omdat we kijken naar doorlooptijd vanaf het moment dat de order binnenkomt tot als het buiten gaat. Daarvoor gebruiken we een stukje technologie, onze Waves Flow-Opt. En die staat in verbinding met elk mogelijk ERP-systeem. Hier staan vooral de grote, maar heb je andere, ik denk maar aan een Ridder, een MKG, daar interfacen wij ook mee. Nu even dieper in op de verschillende rollen. De salesrol, klant belt, prospect belt en die vraagt, kan jij dat product voor mij maken? Jij zegt, uiteraard kan dat, komt de volgende vraag. Wanneer kan ik het hebben? Liefst gisteren, want mijn probleem was gisteren. Wat gaat die salesfunctie bij ons gaan doen? Die gaat berekenen van de haalbaarheidsdatum. Welke datum kan ik beloven aan mijn klant waar ik zeker van weet dat ik dat kan halen? Dat is één manier. Vervolgens geeft die klant, ja, ik zou graag volgende week vrijdag product hebben. Kan dat? Dan gaan we gaan simuleren of dat de gevraagde leverdatum voor dat betreffende product kan gehaald worden. Als die kan gehaald worden, dan kunnen we die onmiddellijk toezeggen en schedulen. Kan die niet gehaald worden, dan kunnen we gaan kijken, met de planning gaan overleggen van, ja, is er iets haalbaar? Maar wat is er? We kunnen ten alle tijde weten wat haalbaar is, maar kunnen we iets gaan doen? Want ik zie een aantal bottlenecks op poppen tegen volgende vrijheid. Maar ik kan altijd mijn haalbaarheidsdatum geven en die houdt rekening met de beschikbare capaciteit die voorhanden is. Wij kunnen orders ook tijdelijk gaan reserveren voor een korte bepaalde tijd dat die capaciteit voor die klant vast ligt. Orderbevestiging die kunnen we dan gelijk bevestigen en dan wordt die automatisch gepland en gescheduled. Dat kunnen we doen voor meerdere orderregels en die gelijktijdig of afzonderlijk opleveren, waardoor dat je ook verschillende producten kan, of tenminste verschillende projecten kan gaan afhandelen. Ik zie even een vraag. De salesfunctie is op een portaal geautomatiseerd of mensen werken? Dat is geautomatiseerd uiteraard. En dat kunnen we automatisch doen. Nadat we de sales, of tenminste de orders, hebben ingepland in onze planning, gaan we naar onze real-time capaciteitsplanning, waarbij we in het grote verschil is met andere systemen, waarbij we de gele order gaan inplannen. We maken daarbij gebruik van de MCT die we vastgelegd hebben. En dat doen we voor verschillende dagen in verschillende shifts, alle mogelijke manieren van tijd die daarin vastliggen, kunnen we daarmee gaan doen. We doen een forward en een backward scheduling van de startdatum of vanuit de leverdatum, waarbij dat we in het oog houden, net zoals dat we gezegd hebben, dat we dat in One Piece Flow willen afwerken met zo min mogelijk work in progress. We behandelen de overdues, werk dat niet gedaan geraakt is van de dag ervoor. Kan productie dan beslissen, ja, dit is wat we vandaag wel nog kunnen behandelen, maar er zijn een aantal opdrachten waar we niet kunnen aan starten, die moeten herplant gaan worden. Dus die kunnen we in de planner gaan herplannen en ga je opnieuw nieuwe datums gaan krijgen. Er kan natuurlijk van alles gebeuren op de werkvloer, waarbij dat we dan kunnen gaan kijken, ja, welke klanten moeten gecontacteerd worden op voorhand. We kunnen zien, voor die klanten halen we de leverdatum die beloofd is, halen we niet, uitzonderlijk, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dan kunnen we op voorhand die klant gaan waarschuwen, jongens, excuses, het gaat later zijn. En niet op de dag dat er normaal zou moeten geleverd worden, waar is het? De herplannen kunnen we voor de hele order of voor individuele jobtickets. Je hebt een heel mooi orderstatus dashboard, waar je het overzicht bewaart van alle verschillende machines, workcenters of verschillende cellen. En het simuleren van rushorders. Rushorders zien we vaak voorkomen, zowel langs de saleskant, maar het kan ook zijn dat je iets uitbesteed hebt of iets gemaakt hebt dat opnieuw moet ingepland worden, omdat de kwaliteit niet voldoet. In het eerste instantie, ik ben zelf sales en iedereen verkoopt graag. En je zegt, ja, maar ik heb hier een grote klant en die vraagt of dat we zo snel mogelijk kunnen leveren en zo snel mogelijk is, zeg maar weer, volgende week vrijdag. Dan kunnen we via deze real-time capaciteitsplanning dat gaan inplannen en gaan zien, wat is nu het effect van een rushorder? Als je dan zegt, ja lieve, dat is tof, maar weet dan dat al deze klanten achteruit komen. Wil je dat doen, wil je dat niet doen? De datum die we kunnen beloven is deze, maar dat is dan een managementbeslissing. En daarmee sla je heel veel sales en operations
discussies plat. Want je kijkt naar data die voorhanden is. En als je dan er iets doorstuurt waarbij dat je de productie gaat ontwrichten, dat je tenminste weet welke klanten komen in het gedrang, die moet ik gaan waarschuwen dat ze later zijn. Beslissing die we genomen hebben. Een ander verhaal is natuurlijk van, oei, er is iets fout gegaan in de productie of de kwaliteit is niet goed. Dit moet er terug doorgestuurd worden om herwerkt te worden. Je hebt iets uitbesteed, moet nog even nagevreesd worden of bijgeveild worden. Je kan het zo gek niet bedenken. Is ook natuurlijk een rush order. Daar weer hetzelfde. Kunnen we gaan kijken, hebben we die reservecapaciteit om te gaan doen? Want we plannen nog altijd op die 80%. Als we daarover gaan, moeten we dan bepaalde cellen capaciteit gaan toevoegen om die datums nog te gaan halen? Of moeten we klanten gaan opbellen dat ze gaan later zijn? Maar de planner houdt zich niet meer bezig met gewone orders in te gaan plannen. Hij houdt zich bezig met excepties en vraagstukken, moeilijke en complexe vraagstukken. Want het systeem weet de capaciteit die we continu monitoren en weet wat kan en wat niet kan en geeft daar dan ook alerts toe. Dat over real-time capaciteitsplanning. Vervolgens maken we gebruik voor de executie van digitale polka, waar dat je net het filmpje gezien hebt, die verschillende loops, die gaan wij gaan digitaliseren, waarbij dat je per werkcenter, cel, machine een mooi scherm hebt, waar er een wachtrij staat van werkorders die moeten afgehandeld worden en daarbij de mogelijke issues. Een issue kan bijvoorbeeld zijn, ja, je materiaal is nog niet, je kan nog niet starten aan deze opdracht omdat je materiaal niet voorhanden is. Een ander issue kan zijn, ja, de vorige cel is nog niet klaar. Ja, misschien kan je, als je de competenties hebt, gaan kijken, ja, wat is er aan de hand? Normaal had het hier al moeten zijn, maar het is hier nog niet. Misschien kan ik gaan helpen. Vervolgens komen ze, als ze klaar zijn om te starten, materiaal is voorhanden, tijd is aangebroken om eraan te starten, mijn upstream cel en mijn downstream cel die hebben de capaciteit vrij, dan kan ik op start klikken en vervolgens gaat mijn job in operatie en kan ik eraan aan beginnen. Wij geven ook de mogelijkheid om naar tekeningen, foto's, filmpjes aan toe te voegen, zodat je naar een paperless shopfloor kan gaan kijken, zodat je ook bij elk werkorder de juiste informatie voor handen hebt, want je zit in een make-to-order, de klant die vraagt nog op het laatste moment, ik heb nog een tekening veranderd, dan geven wij die mee en dan krijgt de operator ook een alert, check eerst de tekening vooraleer dat je aan deze job mag gaan starten. Daarbij hebben we ook een heel mooi status dashboard voorzien met alles wat je kan voorhanden hebben, zodat je altijd weet waar zijn we mee bezig, in welk workcenter zijn we voor welke klant bezig en als er iets gebeurt, weten we ten alle tijde, we zijn voor die klant bezig, het zit daar en dat is het probleem of geen probleem. De klant kan altijd vragen, hoe ver ben je al met de ontwikkeling van mijn product? Aangezien dat we naar kortere levertijden gaan, ik weet uit ervaring dat er altijd klanten zijn die vragen op het laatste moment nog iets gaan veranderen, maar dan kan je al aangeven, we zitten al in productie, het zit daar. Als je iets wil gaan passen, dan kan dat daarna. Dit werk hebben we al gedaan, dat gaan we toch in rekening bellen. Maar we hebben daar een overzicht over en we moeten niet zeggen, goh, ik weet het niet, we beginnen weer opnieuw, waardoor dat je weer heel de keten gaat verstoren. Je kan hem natuurlijk ook een andere leverdatum gaan geven. Dit voor digitale polka wat we voor handen hebben. Vervolgens hebben we voor de verschillende niveaus management dashboards die op maat kunnen gemaakt worden van wat zijn de KPI's waar je wil op gaan sturen. Voor een planner is die anders dan voor management. Dan heb je nog de operations manager die wil naar andere dingen kijken dan de persoon die verantwoordelijk is voor de vloer zelf. Daarmee gaan we kijken naar on-time delivery. Wat staat er nog uit? Waar lopen we op achter? Waar lopen we op voor? Klassiek zie ik elke ochtend in de fabriek allemaal een mooie whiteboard staan met de focus hierop. Ja, dit vervangen wij natuurlijk digitaal en dan kan je doorgeven naar verschillende shiften. Jouw touchtime versus whitespace, ja, hoe lang zijn we nu aan het werken? Doen we nu een verbetering zijn we er nu langer aan het overdoen en waarom? We brengen ook de MCT in kaart, waarbij je een heel mooi overzicht krijgt van dit is de gerealiseerde manufacturing critical path time, dit is wat je
wou realiseren. En dit is waar je naartoe wilt. Dat je daar een heel mooi overzicht over hebt en dat die automatisch bijgehouden wordt. Want MCT is een heel mooi middel, maar ik weet dat dat in het begin altijd bij een QRM-implementatie gedaan wordt. Maar dat is echt een tool voor continuous improvement die je per kwartaal zou moeten gaan doen. Als je daar niet de juiste tool voor hebt, dan wordt dat 1 of 2 keer gedaan en dan zijn we weer bezig met de gang van zaken. Bij ons heb je de tool die je daar iedere keer kan gaan naast zetten. En vervolgens kijken we ook met de planning naar dashboards. Waar moet je ons product nu gaan kijken ten opzichte van een ERP-systeem? Wij nemen eigenlijk alles over van het beloven van datums, productiescheduling en planning naar dashboards MCT en het order management invoicing, eigenlijk de statische ERP. Spullen die laten we gewoon in het ERP zitten. Zijn die niet voorhanden, dan heeft Earthwave ook een eigen ERP en die kunnen we dan aanvullen met onze oplossing. Maar onze focus staat vooral op de QRM-oplossingen die we hebben. Nu, hoe brengen we dat in actie? In eerste instantie nemen we altijd een intakegesprek waaruit een demo volgt, om dan te gaan kijken in een assessment hoe kunnen we dat nu zo goed mogelijk in jouw bedrijf gaan toepassen, met daarop een proof of value te gaan kijken met jullie gegevens, jullie data, een pilot gaan opzetten voor een aantal dingen, om de vervolgens de implementatie te gaan doen en het gaan integreren in je ERP-systeem en naar een continuous improvement bedrijf te gaan. Dat heeft natuurlijk ook een financiële impact. Wij zeggen altijd, door QRM te gaan implementeren, ga je meer doen met dezelfde mensen. Ja, hoeveel meer is dat dan altijd? Ja, best wel veel meer. Maar je moet die kunnen gaan kwantificeren. Wat brengt het? Ja, kortere doorlooptijd. Heb je geen behoefte aan lang vooraf te gaan plannen? Want wat weet je, als je 6 maanden op voorhand gaat plannen met korte levertijden, die planning die klopt voor geen meter en moet ik iedere keer gaan aanpassen. We gaan die wachttijden gaan elimineren. Je hebt een continu overzicht van je jobs om te starten op tijd. We gaan die WIP heel sterk verminderen. Je gaat op een andere manier gaan kijken naar inkoop en naar ruimte, zodat je uiteindelijk een verbeterde cashflow krijgt. Je gaat je geld sneller binnenkrijgen, minder opslagruimte. Ik heb bedrijven gezien waar er geen voorraadruimte meer is en die wordt dan wordt extra productieruimte, want soms kunnen bedrijven ook niet meer groeien op het industriepak waar ze zitten, of die worden aan de mensen gegeven en dan staat dan een kikkertafel en een pingpongtafel waar ze kunnen aan gaan ontspannen. Je hebt minder afschrijvingen, je hebt betere kwaliteit, omdat je sneller gaat produceren, ga je sneller je fouten gaan zien. En je gaat bijna geen overwerk meer krijgen, waardoor dat je kosten ook best wel omlaag gaan. En je hebt minder werkkapitaal nodig om alles uit te voeren. En dit gaan we continu gaan bijsturen met de realiteit van de dag en van het jaar. Want uiteindelijk ben je nooit klaar. En dan komen we weer bij vragen en antwoorden. Het stukje software. We hebben nog, denk ik, een dikke 5 minuten om af te ronden. Hebben mensen hier vragen bij? Geen vragen? Dan denk ik dat alles redelijk duidelijk was. Als je ons wilt bereiken, dat kan via mij persoonlijk. Je kan altijd naar onze website gaan. Kunnen we zowel begeleiden bij QRM-implementaties, maar ook kijken naar software als je die aanpak heel hard interesseert en de problemen hebt die waar QRM een antwoord op biedt, dan kunnen wij zowel softwarematig helpen als consultancymatig helpen. Liever, ik wil toch even terugkomen op de vraag van meneer LVDB. De vraag die eigenlijk wordt gesteld van kan dit op een geautomatiseerde manier, hè? Is dit op een portaal of volledig geautomatiseerd? Nou, de toepassing is een volledige SaaS-oplossing. Hè? Dat wil zeggen dat u geen eigen servers of wat dan ook nodig hebt. Dat gebeurt via een webfunctionaliteit. Hè? Dus, waarbij je in principe ook een e-commerce portal kunt gaan koppelen. En zelfs zover kan gaan, maar dat hebben we in de praktijk nog niet toegepast, maar zover kan gaan dat de klant eigenlijk rechtstreeks
zelf zou kunnen gaan simuleren en gaan vragen van, hey, als ik dit product bij jullie wil maken, laten maken, wat zal dan de leverdatum en levertijd zijn? He, maar praktisch gezien is het nog niet gedaan, maar de koppeling met e-commerce oplossingen is eigenlijk vrij eenvoudig te doen. Dus dat is eventjes een reactie op de portaalfunctie. Dus ik denk dat we eigenlijk met een SaaS-oplossing een heel mooi product hierin kunnen aanbieden, wat eigenlijk het QRM-verhaal volledig ondersteunt. Ja, Laurent, bedankt jullie ook nog, zie ik staan. Ja. Ja. Ik wil in ieder geval ook iedereen bedanken voor de aanwezigheid en de tijd die jullie vrijnemen voor dit uurtje introductie QRM. Ja, ik zal misschien nog even toevoegen. We hadden eraan gedacht vanuit Vlaamef om misschien dit jaar met jullie samen te werken voor opleidingen en dergelijke. Nu, corona, denk ik dat Teams het best haalbare is zoals we nu hebben gedaan. Hè. Maar we zullen misschien zien, wie weet, volgend jaar de QRM University in samenwerking met Vlaam, of dat we daar een of ander lerend netwerk of zo tot stand kunnen brengen. Dat zou misschien wel interessant zijn, zodat mensen echt zaken in praktijk kunnen brengen en ook die ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen onder jullie begeleiding. Inderdaad, dat hebben we in het verleden. Dat doen we voor verschillende bedrijven, in kleine groepjes, hands-on. Wat is jullie probleem? Waar wil je op gaan werken? Dat je uit heel die theorie, heel praktijkgericht, stappen kunt gaan maken. Dat doen we met trainingen, workshops en dan bij bedrijven langs, dat je ook van elkaar kan leren. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat altijd de beste leermeester is. Ja. Inderdaad. Ja. Absoluut. Voor de rest, jullie zien op het scherm staan, we hebben al een volgend webinar gepland over robotica en exoskeletten. Een beetje exotischer dan QRM misschien, hè, maar ook iets dat heel ruime toepassing kan hebben. Misschien een klein vraagje of een opmerking naar Third Wave toe. Nu met COVID zien we allemaal ook de discussie over reshoring, hè, dat de afgelopen jaren veel aan offshoring werd gedaan, supply chain internationaal. Nu zou er terug en vragen zijn om dat allemaal dichter bij huis te doen. Op zijn minst toch binnen de Europese Unie alles te houden. Hè. Dus ik kan me inderdaad ook inbeelden dat dit voor jullie ook gevolgen kan hebben. Hebben jullie daar nog iets van gemerkt of is dat nog een beetje te vroeg? Wat hebben we vooral gemerkt? Bij de bedrijven die QRM implementeren of QRM gebruiken, dat die daar veel minder last van hebben. En wat we vooral bij andere bedrijven zagen, van als je dat overzicht niet hebt, wat gebeurt er nu als jouw leveranciers zelfs binnen Europa in één keer dichtgaan? Ja, wat kunnen we nu wel nog maken voor deze klanten? Oei, we waren al begonnen en mijn materiaal zit nu toevallig in een half afgewerkt product dat ik niet kwijtraak. Ja. Dus die vragen zien we wel binnenkomen. Hoe krijgen we daar nu een overzicht over? Maar omdat iemand anders in het begin zei van wij gebruiken al Lean. Lean en QRM die bijten elkaar niet, maar het is wel een verschil in opzet. Lean was geïntroduceerd in Japan, wat al een heel andere mindset is dan West-Europa of Amerika. En in een Toyota-fabriek, massaproductie. Terwijl QRM in de basis opgericht is voor de KMO, high mix, low volume, en die zitten bij de lokale markt, want je wil heel snel gaan reageren. Uiteindelijk zeggen ze hetzelfde, die flow gaan optimaliseren. Maar dan vooral, hou je leverancier hier. De kostprijs van als er iets gebeurt, is vele malen hoger en je kan heel snel reageren op een markt die snel kan veranderen. In sommige industrieën verandert die heel traag, maar als er nu iets gebeurt, dan zien we dat die bedrijven toch heel stuk wendbaarder zijn. Ja. Oké, dankjewel, Lieve. Alsjeblieft. Als er dan voor de rest geen andere vragen of opmerkingen zijn, zou ik zeggen dankjewel aan Lieve en aan Rob voor jullie bijdrage. Jullie contactgegevens zijn ook verspreid geweest. Ik zal ze ook nog eens vermelden bij de opname van het webinar op onze website. Voor diegenen die het volgende webinar ook willen volgen, vanmorgen is er een nieuwsbrief verspreid geweest waar ook de link in staat vermeld naar het volgende Teams webinar over die robotica dan. Zijn er mensen die zeggen van ik wil zelf ook nog een webinar organiseren? Of ik ken misschien een goed idee voor sprekers die kunnen aansluiten bij het QRM vooral of bij andere verhalen, dan mag je me altijd daarover mailen, sowieso. Oké, vrienden, bedankt. Ja, super. En ook iedereen bedankt voor de belangstelling. Oké, dankjewel. Oké. Tot ziens. Dag.
Dag. Ja.